Het lijkt wel zomer. Het is die vogeltjes ook. Ik zie allemaal meisjes, weet ik niet. Goedemorgen. Het is 10:30 en ik ben de make-up van gisteren aan het afhalen. Heel verstandig. Ik had maar één laagje mascara op de hele dag, maar die heb ik er niet meer afgehaald. En dat, als je dan 's ochtends wakker wordt, dan denk je gelijk, jak. Echt, het is niet alleen slecht voor je, maar ik hou er ook niet van. Ik merk het ook gewoon tijdens het slapen. Dus, maar ja, ik ben gewoon heel snel in slaap gevallen gisteren. Ik had mijn laptop mee naar bed genomen en ja, dat dus. Echt, het is weer zo zonnig en ik kreeg een berichtje van mijn lieve vriendje. Of ik misschien zin had om iets te gaan doen vanmiddag. Want hij kon de auto van zijn mama lenen. Het is natuurlijk super leuk, maar mijn lieve vriendinnetje Francine is begonnen met vloggen sinds vorige week. En die wilde graag wat tips. Die zegt, kun je langskomen, dan kunnen we even samen kijken. Ik zeg, ja, ik zeg, lijkt me leuk. En dus had ik om 4:00 's middags eigenlijk afgesproken. Dus ik moet even kijken of dat een beetje, ja, of we dan genoeg tijd hebben. En anders kan ik vragen Francine een ander keertje kan. Maar ik vind het ook heel leuk om met haar naar te kijken. Maar ik ga nu in ieder geval even... even te denken. We gaan in ieder geval even samen lunchen zo. Hij komt hierheen. Nou ja, ik zit echt te twijfelen of ik me al op ga maken. Ik zit nog in een chillbroek. Ik heb al wel een shirtje aan, maar het is zo zonnig. Het is echt niet normaal. Dus het is eigenlijk wel lekker om erop uit te gaan. Nou, ik vraag gewoon daarvan zien of het oké vindt. Als het niet oké vindt, dan ga ik gewoon daarheen. Dat maakt het ook niet uit. Ik vind het alle twee heel leuk, dus het maakt voor mij niet uit. Oh, ik heb de hik echt al de hele ochtend. Ik ben er dus achter gekomen dat Veenendaal een stadsblad heeft. En ik heb het gisteren gelezen. Aangezien ik journalistiek heb gestudeerd, vind ik dat wel leuk. En ik heb bij de Lampengiet gewerkt. Als je me al heel lang volgt, dan heb je zelfs nog vlogs gezien dat ik bij de Lampengiet werkte. Maar ik vind het echt een niet hoogstaand blad. Helaas. Het is gewoon, ja, het zijn allemaal bedrijven die gewoon een plek ingekocht hebben en die hun praatje doen. Dus het is allemaal eigenlijk gewoon betaalde reclame, zeg maar. Maar het is wel leuk om de Lampengiet weer eens te zien. Ik heb het daar echt wel heel leuk gehad. Als je ooit nog een leuk baantje zoekt, moet je echt in theater gaan werken. Dat is echt leuk. Mocht je benieuwd zijn naar het YouTube-kanaal van Francine, dat is Huizen Kwakkelaar. Ja, het is echt een beetje een moeilijke naam, maar dat komt, het is haar achternaam, sinds ze getrouwd is met Thijs. En er staan nu 3 video's online. Dit is hun bruiloftsnummer, dat staat online, en dit zijn de 2 vlogs. En het echt, ze doet het echt heel leuk en ze vroeg, waarom eten jullie die doekjes toch altijd? Ze vroeg om tips, maar als iemand haar goed tips kan geven, dan zijn het jullie. Want jullie kijken allemaal veel vlogs. En ja, dus vind je het leuk, ga even kijken. En voel je vrij om ook tips te geven. Ze heeft al 8 abonnees, jongens. Terwijl gisteren had ze nog maar 2. Dus hey, hoppa. Vind jij het ook leuk? Lekker ding. Are we crazy? Living our lives all Het lijkt wel zomer. Het is die vogeltjes ook. Ik zie allemaal meisjes, weet ik niet. So comfortable we cannot see the trouble of lonely. How up there in utopia. When nothing will ever be enough. Happily now. We're living in a bubble, so comfortable we cannot see the trouble. Oh. So bright, your rose-colored glasses. Wij zijn nu even in een restaurantje. Het licht is hier heel slecht, maar we gaan even wat lunchen. Super lekker, het is zo lekker weer. Ik heb gewoon een beetje rode randjes. En ik ben nu in een te mooie wc. Check dit. Gewoon met rituals en all. Lekker, bij de 3 zussen. Wij zijn weer terug. Echt, we hebben echt heerlijk bij de 3 zussen gewoon vette hap zitten eten. Bitterballen, frikandellen en zo. Echt heel lekker. En de zon is fantastisch. En we gaan het nu even checken of ik op mijn balkonnetje ook zon heb. Ik denk het namelijk wel. Ze zijn hiervoor gevaarlijke dingen aan het doen. Sorry, ik ben heel geïntrigeerd aan het kijken. Ik moet vanavond werken, maar ik kreeg alweer een berichtje dat ik wel een uurtje later moet komen. Dus het wordt 8:00.
En nou ja, dat is op zich niet erg. Ik heb alleen echt geen honger nu meer. Ik denk dat het nu een uurtje of 5 is. Ik zit een beetje te twijfelen met de poesjes en het balkon. Ik denk eigenlijk dat het geen kwaad kan. Want ik weet van Pep dat die ging dan wel het balkon op. Of tenminste, die ging wel op het raam staan. Maar die ging echt absoluut niet naar beneden springen of zo. Dus ik denk dat het bij het balkon hetzelfde werkt. Maar gaan we even kijken hoe de poesjes erop reageren. Misschien dat ik het nu nog niet doe of zo. Ze zijn nog nu echt wel jong, 7 maanden. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn. En dan wacht ik even daarop. Ik wil het van de zomer sowieso wel een keer gaan proberen, maar... Ah ja. Dus we gaan even lekker op het balkonnetje zitten. Even relaxen nog. En dan haar gaat zo thuis eten. En misschien dat ik iets van een tosti maak. Maar ik moet nu eerlijk gezegd nog niet echt aan eten denken. En toen was het alweer tijd om naar het werk te gaan. Oh, ik moet nog een elastiekje pakken. Ik word zo gek van het statische haar van mij. Maar ik snap ook niks van. Want meestal juist in het voorjaar is het niet statisch, maar in de winter. Nou, ik moet echt even snel op mijn boven op mijn kop douwen. Want ik word er gek van. Elastiekje. Verder heb ik eigenlijk niks nodig. Toch? Nee. Terug van het werken. En ja, het is wel weer vroeg. Het is pas 12 uur. Maar ik vind het op zich niet zo erg. Ik ga gewoon lekker pitten. En ja, het zal wel. En dan zie ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Wel trust en tot morgen. Goedemorgen. Het is 9:30. Niet de bank mollen. En